Goed, ik zei net al dat we de exclusieve beelden hadden. Die hadden we blijkbaar al eerder laten zien, maar volgens mij zit Albert er gewoon naast. Want X-Factor vanavond natuurlijk, maar ook de tv-kantine gaat vanavond beginnen. En daar gaan Carlo en Irene weer allemaal verschillende mensen nadoen die dat nog niet weten. Nee. Nou, we kunnen er inderdaad twee laten zien, eerlijk is eerlijk. Die waren nog geheim. Die had nog niemand gezien. Laten we zo meteen zien. Maar het bijzondere is dat Carlo heel lang dacht dat hij vanavond niet zou kunnen kijken omdat hij Shrek 4 ziet in te spreken. De hele dag al. We gingen even naar die studio toe. Nou, ik neem nu inderdaad de stem van de ezel op van Shrek nummer 4 alweer. En dan ga ik heel snel de auto in en dan ga ik kijken vanavond. Dan hoop ik ook nog een beetje de X-Factor mee te kunnen maken. Ook wij doen mee aan de trend van meer humor op tv. En daarom is bij ons aan tafel geschoven Cody Konings. Ja. X-Factor gaat uitlopen. Ja, maar is het een kwartier of is het een half uur? Ja, ik weet het ook niet, weet je. Ik zit daar gewoon zo. Schiet op. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik krijg toch een heel apart gevoel van binnen als jij mij aankijkt, lieve schat. Ja, vanavond dus na X-Factor.